Oké, okay, waar komen we nu uit? Oké, hier zien we de megatentakel in het bos. Die gaat helemaal naar binnen toe. Yo Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe Mario Rabbids Sparks of Hope video. We zijn een beetje verdwaald in het bos. Trouwens, als je dit een vette video vindt, als je dit een leuke serie vindt, doe die duimpjes omhoog, hè. Daar help je mij super erg mee. Als we 1000 duimpjes halen elke keer, dan ben ik super blij. En vergeet niet te abonneren, hè. Als je dat niet gedaan hebt natuurlijk. Maar kijk, nu kunnen we dus hier naartoe. Oh, hier ziet het wel mooi uit. Ik vind het pad dat naar de tentakel in het woud leidt. Nou, ik vind het hier prachtig. Even kijken hoor. Deze kunnen we tackelen. Dan kunnen we deze oppakken. Maar waar moeten we die op gooien? Waar is een oog? Oh, kijk daar. Daar. Doei. Die blauwe buizen, dat zijn altijd puzzeltjes. Bij die puzzeltjes kan je weer extra dingen verdienen. Dus laten we even kijken wat hierin zit. Kijk, voordat we die P indrukken, misschien is het handig om hier gelijk even die bruggen vast te maken. Activeren, let's go. Oh, die brug gaat weer weg. Ja, nice. Omlaag klimmen. Rennen. Ja, cool. Dan moeten we denk ik deze nu verplaatsen. Ja. En dan kunnen we terug. Snel. Snel, pak alles. Ah, nee, ik val tegen de muur. Ah, super suf. Waarom bots ik? Ik wilde te snel. Ik denk, we hadden hier gewoon omlaag moeten springen. Ik ging helemaal omlopen. Kijk, nu kunnen we gewoon rustig aan. Lekker. Het was helemaal niet zo moeilijk. Kijk, nu kunnen we dus een nieuw item uit het kistje halen. Oh, of muntjes. En een stukje geschiedenis van deze planeet. Oké, maar nu moeten we weer terug naar onze missie. Want we gaan deze missie doen. De bosbestorming. Oh, wacht even. Er staan gewoon hier vijanden achter mij. Maar we moeten het gebied bereiken. Dus we moeten eigenlijk nu spelers hebben die over een grote afstand kunnen reizen. Nou ja, eigenlijk moeten we gewoon flink gaan rennen. We moeten die kant op. Op zich kunnen we gewoon daar naartoe rennen, denk ik. En dan iemand omhoog laten boosten. Laten we deze eerst even lekker tackelen met z'n allen. Oh, Edge kan niet tackelen. Ah, we kunnen alleen Rabbit Peach kan tackelen. Oh nee, kijk. Die kan ook tackelen. Kunnen deze trouwens springen, deze vrouwtjes? Ja, die springen hoog in de lucht en landen bij zoveel mogelijk tegenstanders om ze weg te blazen. Ja, dan moeten we gewoon natuurlijk gaan rennen, vliegen, weet ik veel wat. Let's go. Blijft alleen wel één iemand achter nu en dat is Rabbit Peach. Oké, de tegenstanders hebben de beurt. Ik ben heel benieuwd wat zij gaan doen. Kijk, hoppakee. Die wordt in ieder geval een keer geraakt. En die raakt mij ook. En oh my gosh. Ze doen me wel pijn. Het valt mee hoeveel pijn ze doen. Wat een geluiden maken die gasten ook, joh. Gelukkig kunnen die tijgers niet zo ver weglopen. Die kunnen me ook niet van afstand raken, dus dat scheelt. Zij kunnen wel... Oh my gosh, ja. Zij kunnen mij wel pijn doen. En betekent dat ook dat ik nu niet kan bewegen? Hou eens even op. Hou eens even op, jongens. Oh, er komen ook gewoon gelijk nieuwe vijanden aan. Oké. Ik ga omlaag springen. Dan gaan we een teamsprong doen. Ik had eigenlijk even moeten tackelen, maar ik wilde misschien mijn tackles bewaren voor deze grappies. Kijk, hoppakee. Gaan we even tackelen met Rabbit Mario. En die tackelen we ook gelijk kapot. Zo, nice, lekker. Oké, Rabbit Mario gaat ook vooruit. Gaat ook deze kant op. Kijk, dit is op zich wel chill. Deze kunnen we gewoon slopen met Rabbit Mario. Top. Oké, Edge, jij blijft helaas een klein beetje achter. Maar dat maakt niet uit. De rest van je team die gaat het fixen voor je. En misschien kunnen we samen deze nog even uitschakelen. Ja, die vliegt er vanaf. Die vliegen we terug. Lekker. Dan heb ik nog een aanval over met Rabbit Peach. Ik denk dat ik ook gewoon gelijk even ga healen. Gewoon, omdat het kan. Dan is iedereen weer vol. En deze grapje kapot schieten. Nice. Oké, we liggen op koers. We gaan goed. Tegenstanders krijgen de beurt. Die probeert te springen. Ja, die raakt mij niet. En jij raakt mij ook niet. En jij raakt mij al helemaal niet. En jij zeker niet. Kijk, dit gaat top. Tijgers kunnen er lang niet bij. Ik ben wel benieuwd wat er nu voor nieuwe vijanden bij komen. Oh. Er zijn ook twee snipers daar. Die had ik nog niet gezien. Oeh, die raakt mij wel. Oh nee, Rabbit Mario en Rabbit Peach, die moeten het samen even gaan doen. Ik denk dat het slim is als Rabbit Mario gaat. Dus Rabbit Peach mag hier staan. Rabbit Mario gaat de teamsprong doen. En ik wil gewoon in één keer daar naartoe nu. Let's go, Rabbit Mario. Oh nee. Jawel. Lekker, we hebben de halve battlefield gewoon geskipt. Ja, dit was top. Dit was een toppertje. Gelijk naar niveau 14 ook allemaal. Dat hebben we ook nodig. Ik skip deze hele battle gewoon, joh. Heel nice. Deze battle moesten we doen om verder te komen. Oh, en ik moet natuurlijk wel eventjes mijn vaardigheden in de gaten houden. Want ik heb volgens mij mijn helden al best wel lang niet meer geüpgrade. We hebben dus allemaal weer 3 nieuwe heldenkristallen. En die kunnen we dus gewoon allemaal aan de heroes geven. Oh, kijk, en Rosalina heeft er zelfs nog alle 13. Maar het is wel belangrijk dat Rabbit Peach op de genezing gaat, vooral. Dus hier gaan we even... deze aanzetten. Oh, dit is ook nice. Als ik nu bij mijn teammembers in de buurt land, dan geef ik ze 5% healing.
Dat is chill. Oké. En door. Waar gaan we nu naartoe? Ik zag daar alweer een vijand. Daar ga ik proberen omheen te lopen. Oké, waar komen we nu uit? Oké, hier zien we de megatentakel in het bos. Die gaat helemaal naar binnen toe. Zie ik daar een spook... Een spookspark? Nee, het is Genie. De tentakel die het bos leegzuigt. Hij zit in een diep, donkere, enge put. Dat is nieuw. Maar wees voorzichtig. We weten niet precies wat er daar beneden is. Mogelijk zijn jullie straks als ratten in een doolhof. Moeten helemaal naar beneden, naar de verboden put. Noemden ze dat nou zo? Uiteraard is hier weer een winkel. Dit is wel nice. Hiermee kan je 2 extra tackles doen. Oh, die ga ik wel kopen. Die is wel chill. Ik ga ook even extra healing dingen kopen. Ja, en dan gaan we gewoon verder. Oh, wat staat ons hier allemaal te wachten, jongens? Ik zie hier in ieder geval een plek waar we een brug kunnen maken. En waarschijnlijk moeten we eerst deze buis in. En ligt daar beneden dan iets wat we kunnen gebruiken om daar die poort te openen. Zou dat zo kunnen zijn? Ja, want we hebben hier een bom nodig. Oh, daar kunnen we een trap maken. Gooi hem op zijn bakkes! Lekker! Nou, kunnen we die dus hierin doen? Of nee, niet. Dat kunnen we niet. En dan moeten we hem hierin doen. En dan kunnen we daar beneden langs. Let's go, let's go. We zijn over de brug gelopen. En dan nu gaan we hier naar beneden, trappetje af. Ik loop gewoon met mijn sensor rond hier. Hetzelfde geld komen we langs iets wat we kunnen gebruiken. Dat was mijn andere sensor die ik uit de andere wereld heb. Hier gaan we denk ik een bruggetje maken. Ja, oké. Dan moet hier een voorwerp in, maar die gaan we natuurlijk hier vinden als we deze buis binnengaan. Het valt me echt mee dat hier zo weinig enemies zitten. Maar dat moet ik eigenlijk natuurlijk niet zeggen, hè. Kijk, hier hebben we de blokkie. Oké, cool. En waar gaan we dan naartoe als we die buis ingaan? Oh nee, dit is zo'n puzzel. Nee. Dit gaan we niet doen. Dit gaan we niet doen, vriend. Ik kom ooit misschien een keer terug bij jou, ja? Maar jij maakt veel te ingewikkelde puzzels. We gaan gewoon dit blokje oppakken, meenemen. Oh, maar waar moeten we die in doen? Oh ja, hierin. Dan hier het trappetje af. Oh my gosh, we gaan echt heel laag, hè? Ik weet niet waar we helemaal naartoe gaan, jongens. Maar de wortels van het kwaad. Oké, dat ziet er niet chill uit. Maar we moeten dit gaan doen. Oké, wat is dit voor een gekke battle dan? We moeten de hoofdwortel verslaan. Daar hebben we natuurlijk die bolletjes voor nodig. Maar waar halen we die bolletjes vandaan? En wie ben jij dan? Met je mooie Pikachu-staart. Oh, deze vind ik cool. Deze Electro-Gaddon. Ja, we moeten dus deze wortel uitroeien. We moeten alle 3 de zwakke punten tegelijk mikken. Ik ben benieuwd hoe we dat gaan doen. Moeten we dan in 1 beurt doen of zo? Dat klinkt toch niet zo moeilijk, maar hebben we daar niet Rabbit Luigi voor nodig, toevallig? Je zou kunnen zeggen dat het gewoon zo kan door hier naartoe te gaan. En dan dit gewoon in 1 beurt zo te doen. Dus deze. Dus nu dan zo. En als ik nu mijn schokgolf doe zo, dan is die andere ook uit. Zo, cool. Ja. Dus dit is het toch al? Ja, en dan moeten we nu die vijanden zeker nog verslaan. We gaan in ieder geval deze eens even slopen. Dan is er nog maar 1 vijandje over. Die kan nu wel wat gaan doen. Die gaat waarschijnlijk iemand de keihard vanaf beuken. Die gaat er 2 vanaf beuken. Oh, waar kom jij opeens vandaan? Ja, maar dat is niet eerlijk. Jij komt vanuit het niks. Ik ga denk ik hem tackelen zo. Oh, ik kan nog een keer tackelen. Oh, nice. Edge kan nu 2 keer tackelen. En dan doe ik mijn spetteraanval aan. En dan gaat Edge hun gewoon allebei slopen. Lekker dit. Heerlijk. Die andere vliegt er ook nog vanaf. En die is gewoon bijna kapot. Dikke beam. Dan vliegt hij er ook vanaf en die is weg. Ik ga wel eventjes healen met Rabbit Peach. Want ik zag dat Edge al bijna kapot was. Ik ga wel een klein beetje verspreiden nu. Want anders worden we straks allemaal geraakt door die gekke springende choppies. En de beurt gaat door. We moeten dus nu gewoon wachten tot we beneden zijn of zo. We kunnen deze dingen nu ook gewoon niet raken. Oké, weet je wat? Dan ga ik iedereen beschermen met Rabbit Peach. Let's go, dan krijgen we allemaal een schildje. Want zij kunnen nu sowieso gaan aanvallen. Kijk, daar komen ze al. Wat ziek idee. Oh, jongens. Oh, dat schild doet niet zoveel. Dat schild doet misschien alleen dingen tegen wapens of zo. Nee, doe eens even normaal, joh. Oh, er komen alweer bijna nieuwe enemies. Ik zie niet zo goed in hoe we nu deze 2 allebei kunnen gaan verslaan. Ik tackle in ieder geval 1 keer. En nog een keer. Dan gaan we ze wel allebei raken. En hopelijk vliegt die tweede guy er gewoon van... nee, die vliegt er niet uit. Want we hadden niet super effect aanstaan. Oh, oh. Oh, ik wist niet dat jullie dit deden. Jullie komen op mij afrennen natuurlijk. Oh, dit is zo niet chill. Dit is zo niet chill. Oh, ik denk dat Ash het niet gaat overleven. Ik denk het niet. En ik zit klem. Oh, die eerste moeten we sowieso even verslaan, jongens. Ik zet de bevriezingsaanval aan. Hopelijk vliegt deze nu gewoon lekker weg. Tap, 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 tap. Ah, hij leeft nog, hij leeft nog. Oké, maar goed, maakt niet uit. We hebben Rabbit Mario nog. Ik ga hem tackelen. Zo.
En nog een keer tackelen. Dan gebruik ik nu mijn poison. Dan is die achterste sowieso kapot. En dan hoop ik dat ik die voorste ook ga slopen. Oh, maar hij gaat waarschijnlijk eruit vliegen. Toch? Je vliegt weg nu, toch? No! No, 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 no. Niet slim. Is die dood? Nee! Rabbit Mario is ook bijna dood. Oh, dit wordt zo lastig. Oh, ik heb nog wel items om te healen. Laten we hem tackelen. Die is weg. Toch? Nog niet? Dan ben je nu weg. Zo. Yes, Rabbit Peach kan healen. Oh, wat fijn. Wat fijn, Rabbit Peach. Wat hou ik van jou. Oh. Oké, okay, tackle. Edge ook een tackle. En nog een tackle. Oh, dit is wel heel fijn dat we zo vaak kunnen tackelen nu. Oh, hierna komen volgens mij geen nieuwe vijanden erbij. Dus we gaan hem raken. Met de spatter effect erbij. Kijk, en nu vliegt hij wel weg. Oh, maar hij is er nog. Hij is er nog. Maar hij gaat niks kunnen doen. Want Rabbit Peach gaat het afmaken. Met de rockets. Wegwezen, jij gekke tijger. Wat een ziek idee. Is de battle klaar? Mag ik alsjeblieft gewoon beneden zijn? Alsjeblieft. Ja? We zijn in het duisternis. We moeten de hoofdwortel verslaan. Daarvoor moeten we alle drie weer daar naartoe. Dus we moeten blijven leven ook. Pas op, het vernietigen van de hoofdwortel zal ook strategische dekking verwoesten. Zodat we blootgesteld zijn op het slagveld. Oké, okay, daar zijn drie van deze gappies. Die vuurschissel hebben. Hier zijn drie van, of twee van die geesten. En daarboven zijn ook nog geesten. Oké, okay, Rabbit Mario en Edge kunnen allebei twee keer tackelen. Dat betekent dat Rabbit Mario en Edge allebei vooruit gaan. Want Peach die kan ze ook van een afstandje raken. Tackle nummer 1. Tackle nummer 2. En hoppakee, wapentje erop gooien. Rabbit Peach kan het best even focussen op een andere, denk ik straks. Maar eerst moet ik even een teamsprongje doen. Zodat, ja, deze guy kan dan hier naartoe. En die kan hem kapot tackelen. Hier ergens is nog een vijand. Ja, daarachter. Ik kan niet nog een keer een teamsprong doen. Dus dat is jammer. Ik kan nu ook niet schieten. Ik kan hem wel raken met mijn schokgolfslijm. Dus laat ik dat maar als eerste doen. We kunnen hem de volgende beurt waarschijnlijk aanpakken. Oh, raak ik hem nou niet? Oh, shit. Oh, dat is wel heel erg balen eigenlijk. Oké, okay, ik ben benieuwd hoe dit gaat, jongens. Daar raken we in ieder geval een enemy. Let's go. De tegenstanders krijgen de beurt. Die gaat waarschijnlijk proberen te schieten op Rabbit Peach. Hopelijk mist hij. Ah, nee. En Rabbit Peach rent helemaal de verkeerde kant op. Oh, en weer terug. Maar ze staat midden in het veld. Zij blijven alle drie een beetje staan. Op wie gaat deze geest schieten? Ja, die gaat op Rabbit Mario schieten. Dat dacht ik al. En dan, dan gaan we kijken wat deze geest gaat doen. Die gaat denk ik ook voor Rabbit Mario. Of nee, die gaat voor Peach. Oké. Okay. Eigenlijk moeten we proberen om deze gewoon met tackles kapot te maken. Maar dat gaat helemaal niet lukken. Ik haal in ieder geval Peach ook die kant op. Kijk, en die hield nu dus ook een beetje terwijl ze landt. Dus dat is echt heel fijn. En dan kan Peach Edge weer een beetje halen om ook weer een teamsprong te maken. Die gaat ook even tackelen. Zo, nice. Dan ga ik ervoor zorgen dat we deze vijand kapot maken. Zo, oké. Okay. Die is weg. Oh, maar die raakt Rabbit Peach ook weer met die vlammen. Dat is zo naar. Rabbit Mario die kan nog een teamsprong doen. Dus dan kunnen we denk ik deze gelijk uitschakelen. Als Edge die linker kan raken. Oh, die hebben we al. Hoeven alleen nog deze te raken. De andere die hebben net al blijkbaar geraakt met die komietenregen. Of die vuurregen. Ik sta hier wel nu echt helemaal in het open. Oké, okay, let's go bevriezingsaanval. En dan op deze enemy. Dit spookje hier zo. 1, 2, 3. Lekker. Oh, en die heeft nog 1 HP over. Dat vind ik zo stom altijd. Oeh, ik kan wel springen. Dan gaan we even hier naartoe springen. Ja, en dan kies ik ervoor om deze spook te gaan verslaan. Die moet weg. Oké, okay, let's go. Tegenstanders de beurt. Ah, ja, ik dacht het al dat jij naar Edge toe ging. Ik had gewoon dit ding aan moeten zetten. Edge staat in de brand. No, waar ren je naartoe, Edge? Wat doe je? Nu word je echt door iedereen geraakt. Oh my gosh. Oké, okay, nu sta je wel beter, denk ik. Het wordt tijd om weer te healen, jongens. Oh, er komen ook nieuwe vijanden aan. Dat wil ik helemaal niet. Rabbit Peach, kan je mij halen? Teamsprong. En dan hierop springen. Let's go. Tackle. En nog een tackle. Let's go, Rabbit Peach. Heal ons allemaal. Lekker. Heerlijk. Jij tackelt ook eventjes. Okay, Rabbit Peach doet even een teamsprong hier naartoe. Zodat Rabbit Peach hier kan schuilen. Jammer dat ik met Rabbit Mario niet zo heel veel kan doen nu. Kan Rabbit Mario nog een teamsprong? Nee, dat gaat niet meer. Let's go, waterschade. Want daar kunnen deze grappies niet tegen. Dan kunnen we ze allebei raken. En hopelijk raken we ze allebei heel hard. Dus ze vliegen allebei weg. En ze zijn allebei kapot. Heerlijk dit. Oké, okay, dit is prima. We zijn hier nu bij de tweede gekke zwarte wortel ding. Ik weet anders ook niet hoe ik het moet noemen. Er komt weer een spooky terug nu. En ook nog zo'n andere vijand.
Ja, oké, dit vind ik niet cool, hè? Dit vind ik niet kunnen eigenlijk ook. Oké, we gaan deze uitschakelen. Rabbit Mario gaat naar deze toe. Misschien kan Rabbit Mario het zelf wel. Kijk, die kan gewoon in zijn eentje, kan die dit hele ding uitschakelen met de slijm. Dit is nice. Dan heb ik niet 3 keer wapens nodig van alle 3 deze rabbitjes. Oh, ik kan net niet hier naartoe springen. Oh, wat jammer dit. Oké, we moeten nu deze kant op. Ik ga hier landen. En dan ga ik mijn zwaard op hun beiden gooien. Volgens mij raak ik ze gewoon weer heerlijk allebei. Oh, lekker dit. Let's go. We gaan in de buurt van Edge proberen te landen. Toppie. Kijk, dat healen is heel nice. Love it. Gaan we voor het spooky. Ik denk dat hij net niet kapot gaat. Tegenstanders de bird. Oké, wat gaan jullie doen? Jullie gaan wegrennen, hè? Ja. Oh. Tuurlijk raak je mij weer. Tuurlijk. Wat gaat het spookje doen? Die gaat voor Rabbit Peach. Raak je Rabbit Peach dan ook? Kijk, jij mist. Dat is fijn. Ik denk dat we gewoon heel snel daar naartoe moeten. Rabbit Mario, die zou dat wel kunnen fixen in 1 keer, denk ik. Zoals Rabbit Mario nu gewoon even zo gaat springen. Gaat helemaal hier naartoe. Zou die een teamsprong kunnen doen daar naartoe? Ik weet alleen niet of we dat in 1 keer moeten willen. Misschien moeten we even een beurtje wachten. Even voorzichtig doen. In ieder geval deze eens even kapot tackelen. Alvast proberen om die vijanden daar even uit te schakelen aan de overkant. Ja, we doen gewoon even rustig aan. Let's go. Laat maar zien wat jullie hebben, jongens. Uiteraard raak je mij weer. Maar Rabbit Mario kan wel tegen vuur. Dat is echt heel relaxed. Dit vind ik niet leuk. Dat je elke keer dat stomme vuur op mij gooit. Edge gaat kapot. Edge gaat het niet overleven. Oh, Edge is helemaal weggeblazen nu. Oh, jongens. Er is nog een enemy. Doe even normaal. Oké, we moeten nu wel echt tempo maken. Misschien was rustig aan doen toch niet zo'n goed idee. We gaan het fixen. We gaan het nu fixen. Rabbit Peach, let's go. Waar is Edge helemaal? Ja, nee. Edge is echt... die staat echt een beetje buitenspel, denk ik. Tenzij Edge er nog naartoe kan springen. Door hier naartoe te gaan en daar die jump pad te pakken. Nee, dat gaat niet lukken. Zou ik Edge nog kunnen healen? Lukt dat? Ik denk het net niet. Nou, als Edge nog een beetje dichterbij komt, misschien wel. Kijk, Rabbit Mario kan natuurlijk ook nog een beetje die kant op. Zo. Ja, lekker dit. Zonder de healing van Rabbit Peach red je het gewoon niet. Dit moet je in je team hebben, denk ik. En nu is mijn plan om het te laten regenen. Keihard. Het Rabbit Mario. Laat het regenen. Meteorieten. Bam. Heerlijk dit. Heel nice. En betekent dit dat we het leveltje ook hebben uitgespeeld? Jazeker. Rabbit Peach, die doet even de swag moves. Die geeft even een concertje van... Hey, dit is allemaal dankzij mij. Heerlijk. Wat ziek idee. Ja, dus het beste doe je dat met de vaardigheden van de Sparks. Die heb je hier echt nodig. En de wereld wordt weer mooi. Het bos krijgt weer kleur. De bladeren worden weer herfstig. De diertjes keren terug naar de beek. Vogeltjes zijn er weer. Ja, dit ziet er wel veel mooier uit, hè, meneer de uil. En meneer de eekhoorn. Zijn jullie blij? Mag je even de rabbits bedanken? Oh, wat nice. Wat fijn dat we dit hebben gehaald. En nu mogen we dus naar het huis van Grauwerhof. Als je dit weer een vette video vond, ik vond het wel. Kanaal een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende video. Mazzel!